Dus we hadden ook de ogen aan de proeven staan. Dus ook zowel in eerste vrucht als in tweede vrucht. Ja. Zowel vorig jaar als dit jaar. En nou, we zagen ook wel dat er heel veel toekomst zat in dit ras. En zoals je kan zien, het bewijst zich nogmaals dat het een mooie kool is. En eigenlijk een goed ras is voor de toekomst die toch wel veel potentieel in zich heeft. Echt een prachtige bloemkool. Zo willen we hem. Met dit ras, de Hohan, hebben we geconstateerd dat we eigenlijk de eerste keer in één oogstbeurt voor 95% bloemkolen hadden gesneden. Dus de tweede keer zagen we dat er eigenlijk praktisch niets meer in zat. Maar het is soms moeilijk afwegen wat je juist best doet. Soms denk je van, deze is nog iets te klein, er kan nog meer uitkomen. Maar als je dan financieel zou bekijken, is het misschien beter van deze in één keer te oosten. En dan heb je eigenlijk toch mooi gewicht. Het is een zeer vaste bloemkool met een soortelijk gewicht die tamelijk hoog is. Dat is voornamelijk bij ons, omdat het eigenlijk voor de industrie dus de kilo's, maar ook een mooie koolvorming moet zijn, dus mooie rozen. Omdat je daarop gecontroleerd wordt in de industrie. Het is een gemakkelijk soort om te combineren bijvoorbeeld met de David. Je kunt hem op eenzelfde datum planten, maar hij is een week later te oosten. Hij heeft ook een mooi gewas, wat zeer belangrijk is om een mooie witte kool te hebben. Dus hij dekt goed de kool. Qua vastheid zijn we zeer tevreden. Als je ze uitsneedt, kan je goed zien of goed voelen dat er een zwaar soortelijk gewicht was. De roosjes waren ook hard te breken, waar dat de industrie zeer gelukkig mee is. Ja, en als zij gelukkig zijn, zijn wij meestal ook gelukkig. Klopt, ja. We zitten hier wel in de streek van de industrie. En heb je ze samen geplant met de David? Of, We hebben die allemaal samen geplant op dezelfde dag, zoals David en Clarina. En zo konden we dat ook spreiden, dat we eerst David hadden, toen een deel Clarina. En op het laatste hoog. Ja, dat is wel interessant, want je wil zo kort mogelijk bij elkaar planten, maar toch niet dat ze allemaal samen klaar zijn om te oosten. Dus. Inderdaad.